lekker luxe hier te doen. Zo, kijk nou. Hartstikke goed. Moet je op je pelikan staan. Lekker? Hey, trots op jou hoor. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. Wat zie jij nou? Kom deze. Oh, wij zijn familievloggers. Waar was ik nou? Ik ben helemaal aan mijn apropos. Het is woensdagochtend. Het is woensdagochtend, dat wilde ik zeggen. En de kinderen horen naar school te gaan. Maar wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand, kinderen? Een studiedag. Ze hebben vandaag een studiedag. Nou, boffen jullie even. Dus ze chillen nog even lekker op de bank met hun pyjama voor het kindertv. En Luxie, goedemorgen Luxie. Die zit ook wel lekker in de pyjama. Nou, dat is wel een gezellig onverwachts kerstontbijtje zo. Nee, dan Luxie. Lekker alle drie in de pyjama. Dat is chill. Wat wil je op je broodje zetten? Ik wil hagelslag. Hagelslag? Nou, hopelijk hebben we dat nog in de kastje staan. Nee. Deze? Hebben we nog? Wat is papa net doen, Luxie? Heeft een prachtige wereld. Waar is papa nu? Papa, papa. Is een verhaaltje voor deze. Ja. Ja. Nou, een hele poos loos tegen elkaar. Ze vochten. Wie komt eraan? De Luxie in de doos. Ja! Dat vindt ze leuk, hè? Zo, dat is waar. Oh, mijn kleine Luxie baby. Ja. Oh. Welkom met die grote doos. Ja, hi Luxie. Oh, schrik. Dag, Luxie. Dag. Dag. Hé, hoezo? Ga je even mee wandelen? Even plasje doen op het grasje? Ach, jongen, je bent zo lekker lui, hè? De hele dag kunnen we wel lekker in jullie megabens liggen. Kijk, hier liggen ze ook zo lekker lui. Wat zijn jullie aan het doen dan? Even een vriendenboekje aan het doen. Oh, goed zeg. Nou, wij zitten hier lekker. Mooi, Luxie. Ik laat even een handje zetten, goed? Ja, vandaag zijn de kinderen vrij van school, want het is studiedag. En ze zijn lekker aan het spelen op de kerstkamer. En ze zijn helemaal in de kerststemming met de kerstmutsen op. Dus mama heeft ook maar eventjes de kerstmannetjes op haar hoofd gezet. Volgens mij heb ik ze verkeerd om. Zo, kijk, nou heb ik de mannetjes voorop. En wat waren jullie aan het doen, jongens? Welk liedje gaan we zingen? Niets is cooler dan kerstmis. Niks is cooler dan kerstmis voor kinderen voor kinderen. Beneden. Helemaal lekker gedanst met liedjes van kerst.
voelen dan kerstmis. Ik heb een heel erg leuk idee. Lucilla die wilde graag wat gaan bakken. We hebben hier nog van die koekjes in de kast staan. Die gekleurde koekjes. En Luan is natuurlijk bij oma de kerstboom aan het opzetten. Daar gaan we straks ook naartoe. Dus misschien kunnen we wel van deze koekjes een beetje een soort kerstkoekjes maken. Er zit groen en rood en geel. Dat we bijvoorbeeld kerstkrantjes maken voor in de boom. Of een kerstboompje maken van een koekje. Vind je dat leuk? Maar wel één dier. Ha, mama. Ja. Een hert hoort toch bij de kerst? Een hert hoort bij de kerst, ja. Dus kan je ook een hert maken? Dat kan. Zullen we lekker koekjes gaan maken dan met z'n drieën? Ja, en ook zo'n rondje. Ja, mag je ook iets maken wat je zelf leuk vindt. Goed? Ja. Nou, gaan we lekker koekjes bakken. Wij hebben hier drie verschillende soorten. Ik wil roze. Meel. Poeder. Bakpoeder. Nee, niet bakpoeder. Gewoon meel. En we gaan beginnen met de eerste. Eerst die. Lucilla noemt het roze. Het is eigenlijk rood. Maar nee, roze. We gaan voor roze. Nee, donkerroze. Donkerroze. We moeten daar een botertje bij doen. Oké. Okay. Ja. Zal ik even stukjes erin snijden? Oké. Nee, ik hou weer uit hoor. Ja? Ik heb wel weer uit. Oké. Dit nou. Onder is wel oh, dat is niet zo erg. Beetje. Een kleine stukjes. Je had de mixer al klaar liggen, hè? Daar. Ja. Mag jij zo gaan mixen? Dan gaan we eerst even drie soorten deeg maken. Drie kleuren deeg. En dan kunnen we daar weer... Roos, geel en groen. Roos, geel... Roze, geel en groen. Oké. Okay. Nou, ga maar mixen. Ik zet eerst op één, hè? Ja. Woep. En dat gaat op één doen. Ja, doe maar. Oh, oh. Huh? Ik denk dat we dit beter even kunnen kneden. Kneden? Oké. Okay. Met de hand. Ik ga kneden. Ja. Ja, kijk, dat gaat beter. Zal ik je mouw even opschoven? Ik heb hem. Proef je dat nu al? Is het nu nog niet lekker hoor? Nee hoor. Nee, maar niet lekker. Nee, zo lekker. Zal ik die andere doen dan? Ja. Gaan we er gewoon allebei heen doen. Net zo snel. Boter is al een beetje zacht. Mijn boter is niet. Jawel. Jawel, zachte boter. Mama heeft uit de koelkast gehaald. Hele mooie ballen. Oeh, hele mooie ballen inderdaad. We hebben hier hele mooie, drie hele mooie kleuren. Deeg. En van dat, dit deeg, gaan wij koekjes maken. Ik ga van roze. We hebben hartjes en sterretjes. En daarvan gaan we mooie kerstkoekjes maken. We hebben hier een beetje bloem. En dat leggen we dan een beetje op de tafel. Melkmeel is het trouwens. Zo. En mag ik dit dan in? Dan plakt het niet aan de tafel. Kijk, dan kun je ook een beetje op je handen doen, dan plakt het zo in je handen. Dan maak je een klein bolletje. Een klein bolletje. Een klein bolletje van het deeg. Het deeg plakt een beetje, iets te veel boter erbij. Kijk, zo veel? Zo... Ja, en dan ga je zo'n plat dingetje van maken. Kijk, zo plat. Van een koekje. Rollen. Kijk, zachtjes drukken. Ja. Ja, mama heeft hier al een mooi deegstukje. En dan pak mama een sterretje. Ik druk mama er zo op. Voor mijn hartjes. Alle rest vanaf. Kijk. En dan hebben we hier een sterretje. En mama kan hartje nu. Balletjes bijvoorbeeld nog op het sterretje gaan plakken. Ja. Wat natuurlijk een heel leuk kleurtje is. Het is gekleurde deeg. Zie je het? Zo gaat deze dan weer. Ja, goed. Zo. Ja. Dan zien we dan weer bij deeg. Ja. Dan gaat deze op. Zo. En dan kan het. Ja. Dan ga ik een beetje mee oppakken. Ja, heel goed. Als het koekje dan klaar is. Oh, oh, oh. En ook heel blijft. Iets dikker eigenlijk. Kijk, als het koekje dan klaar is, dan leggen we hem op de bakplaat. Ah, mooie koekjes. Dan kunnen we die straks meenemen naar opa en oma. Bij de kerstboom. Ja, dan komen we daar zo. Maar waar kan deze dan weer? Neem hem gewoon mee, een bakje. Stikken maken. Oh. Dan maak ik nou rode balletjes. Is die klaar? Oh, schatje. Dat is prachtig. Kijk dan. Heel erg mooi gemaakt, Lucilla. Die leggen we op de bakplaat.
Snoepen, nee, nou niet meer. Maar eentje. Nee, dat zeg je iedere keer. Nog nee. Twee, nog twee. Nee. We moeten een beetje dikker maken. Nee, maak hem nog dikker. Leg maar eens op de bakplaat. Ja, goed zo, liefie. Zo dik, hè? Ja. Dit zijn al onze mooie kerstkoekjes geworden. Die gemaakt en die gemaakt. Nu hebben ze allemaal heel veel gemaakt. Samen hebben ze gemaakt. En dan gaan we nu de koekjes in de oven zetten. Welke standaard? Even kijken. Op nummer 3. Ja, en die doen we erin. Hartstikke goed. Dicht. En nu moeten we even wachten. Even lekker spelen. Luxie, wat ben je aan het doen? Wat is je aan het doen? Moet je op je pulleken staan? Luxie. Ze doet jou na. Ja. Goed zo. Ja. In de doos en de koekjes erop en dan kunnen we die meenemen naar opa en oma. En dan gaan we zo met de koekjes lekker naar opa en oma toe kijken hoe Luan de kerstboom bij opa en oma heeft versierd, hè? Nou, op naar opa en oma. Zo, papa is weer thuis met het broodje. Ja, even lekker koekjes. Hoe gaan we die naar mama? Oma. Of naar mijn mama. De opa en oma brengen met Luan? Ja. Gaan we daarheen. Op naar opa en oma. Zo, nou. Dan zijn we opa en oma. Even de vers gebakken koekjes brengen. En lekker avond mee eten. Huh? Ja, ik hoor nu wat. Wow, dat is een mooie boom. Wauw. Die is ook klaar, hè, mama? Ja. Kijk eens nu. Dat is lekker voor een koekje. Ja. Die haar lekker. Oh, wat lekker. Gebakken. Ja, gebakken met mama Alex. Ja, wat een mooie boom. Mooie. Hebben jullie een kerstboom? Ja. Nee, dat is een jammer. Lekker chocolade. Zo. Oh, met ook allemaal lekkere dingetjes erin. Ja. Wauw. Nou. En heb je ook helemaal die piek gedaan? Hoe hebben we dat gedaan? Nee, de lampjes en de piek die zaten er al op. Oh, die zaten er al in. Maar de kerstballen en de lekkers, dat deden oma en ik.
Trots op jou, hoor. Zo. Oh, nog een kerstkaartje van opa en oma. Een beertje die is voor luxe. Er zitten nog lekkere dingetjes in voor jullie allemaal. Oh, mooi kerstkaartje. Ja, die is kun je wel zien van wie papa dat heeft, hè? Kerstkaartje zonder postzegel. Van moeder. Vond je het dan weer een leuke vlog? Doe even. Blijf eens omhoog. Klik op het belletje en we zien je morgen weer in de vlog. Doei. We gaan lekker aan, oma is gezonde. Hutspot. Yummy, yummy. Voeg je hart, boem, boem, mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem, boem, mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem, 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 mee. Dans mee en blijf je.